Welkom Chris Peters. Dankjewel. De andere Chris Peters. De echte. De echte. Mm-hmm. Maar wat maakt Chris Peters de andere Chris Peters? Oh, ja, er zijn er een 70-tal in Vlaanderen, heb ik mij ooit eens laten vertellen. Dus, en als er dan nog een paar zijn die heel bekend zijn, ja, dan heb je helemaal een garantie op verwarring. En ik heb dan een beetje van mijn geuzennaam, heb ik eigenlijk een beetje een... ik heb er een geuzennaam van gemaakt. Ik heb van de nood een deugd gemaakt. En het is een eigen leven gaan leiden. Want je bent niet alleen de andere Chris Peters. Mm-hmm. Je bent ook een beetje gekend, om het met een verkeersmetafoor te zeggen, als een dwarsligger. Ja, ook daar heb ik een beetje mijn keurmerk van gemaakt. Hè. Mijn lijfspreuk, die ook op mijn blog staat, is: zonder dwarsliggers rijden er geen treinen. Hè. Ik denk dat er zo mensen nodig zijn die wat kritische vragen stellen, die de dingen in vraag durven stellen, een beetje dwars durven denken. Ik denk dat dat nodig is, dat er zo mensen zijn. Misschien ook niet te veel. Je hebt ook mensen nodig die uitvoeren en die binnen de lijntjes kunnen blijven. Maar ik denk dat je ook mensen nodig hebt die een beetje out of the box denken en dingen in vraag durven stellen. Ik ben het niet eens met de stelling dat er niet veel aan het gebeuren is. Hè. Ik ben ervan overtuigd en ik zie dat ook, dat er heel veel aan het bewegen is. Ik ben ondertussen oud genoeg om al een tijdje mee te gaan in de sector. Hè, en dan kan je ook al gemakkelijker een beetje relativeren. Hè, of relaties leggen met wat er, en vergelijkingen maken met wat er vroeger was. En ik merk toch wel dat er veel meer bespreekbaar is dan dat er 20, 25 jaar geleden... mogelijk was, of zelfs dan 5 jaar geleden. Ik kan nu dingen zeggen in mijn lezingen waar ik vroeger een half uur voor nodig had om uit te leggen. Nu vragen mensen van: sla dat maar over, we hebben dat begrepen, maar wat doen we daar nu mee? Je voelt dat er toch wel bij een heel groot deel van de bevolking, misschien nog niet bij iedereen, maar een heel groot deel van de mensen, is er toch wel een bewustwording dat het anders moet, dat we niet zo verder kunnen zoals we zijn. En ja, dat is altijd de eerste stap natuurlijk, hè. Een probleem erkennen, het beseffen dat er een probleem is. En dat was, ik denk 10, 15 jaar geleden was dat toch nog compleet anders. Hè. Er waren er altijd nog mensen in de zaal die zeiden: je gaat mijn auto niet afnemen, je gaat mijn vrijheid niet afnemen. Je hoort die echo's nu nog wel eens in de pers en in de media natuurlijk, en zeker op de sociale media. Maar de mainstream is toch wel duidelijk opgeschoven. Heel veel mensen zien ook wel dat het autosysteem of het autoregime, dat aan zijn limieten zit. En dat er iets anders moet gaan komen. En we zijn nog zoekende, en dat is heel normaal dat we dat nog niet weten, hè, van hoe moet dat nu precies, dat we dat met vallen en opstaan zoeken. Wat me heel hoopvol stemt, is toch wel... dat we gezien hebben dat op heel korte termijn er heel veel kan veranderen. In Gent is daar het voorbeeld van geworden, waar ze eigenlijk, bij wijze van spreken, in één nacht de switch hebben gemaakt en waar dat van de ene dag op de andere Gent een andere stad is geworden. En trouwens, Gent is niet het enige positieve voorbeeld. Er zijn er nog. Mechelen heeft heel sterk ingezet op publieke ruimte. Leuven heeft ook heel moedige keuzes gemaakt en is van plan er nog bijkomende te maken. En het dient zich aan dat er nog heel wat andere steden gaan volgen. Kortrijk doet het op zijn manier. Dus er zijn toch wel wat dingen aan het veranderen. Ik denk dat daar ook wel een zekere mate van consensus over ontstaan is. Dat niet de auto faciliteren is. Hè. Dat de auto eigenlijk terugdringen is naar de plaats die hem toekomt. Namelijk, de auto is de alternatieve modus. Hè. Eigenlijk is dat een revolutie. Hè. Want eigenlijk draaien we daarmee het traditionele, klassieke taalgebruik om. Hè. Want meestal spreken we over de alternatieve modi en dan bedoelen we het openbare vervoer en de fiets. Hè. De manier waarop dat wij vandaag auto's kopen, hè, is een beetje vergelijkbaar met mensen die een huis bouwen en hun living proportioneren op dat ene communiefeest van hun kind dat ze in heel hun leven gaan hebben. Hè. Ik bedoel daarmee, we kopen een auto die een ene keer per jaar gebruikt zal worden met het hele gezin om naar Zuid-Frankrijk te rijden. En het hele jaar lang rijden we verder met een te grote, te lege auto rond. En dat is eigenlijk dom. Partago heeft heel duidelijk daar een belangrijke rol in te spelen, hè, al was het maar als gangmaker. Hè. Ik ben heel sterk voor
kleinschaligheid, hè. Maar op een bepaald moment gaan we toch ook wel moeten opschalen. Gaan we moeten zorgen dat het verspreid geraakt, dat Partago niet beperkt blijft tussen aanhalingstekens tussen, in Leuven en in Gent. Hè. Dat het uitrolt over heel Vlaanderen, of dat dat nu Partago moet heten of Partago moet zijn of iets anders zal zijn, is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat erom dat het model dat Partago presenteert, dat eigenlijk het normale model, hè, moet worden in de toekomst in heel Vlaanderen en eigenlijk in heel België en ga zo maar door. Hè. Maar met een model bedoel ik natuurlijk niet iets dat status is en dat nu al af is. Hè. Ik heb er straks al gezegd, we zijn zoekende. Hè. En ik denk dat ook Partago, dat een beetje het DNA van Partago ook is, hè, van om zoekende te zijn, om dingen uit te proberen. En oplossingen te zoeken voor nieuwe uitdagingen die zich stellen en nieuwe opportuniteiten die zich aandienen. Dus ik denk dat Partago een soort van voorhoede is, avant-garde is en gangmaker om de weg te effenen voor nog veel meer. Goed, het is duidelijk dat Partago aan een aantal van die verkeerde keuzes die we systematisch maken, probeert een antwoord erop te geven, probeert alternatieven te geven. Maar het blijft natuurlijk zo dat Partago maar een nichespeler is. En de vraag is dan van hoe geraak je daaruit? Hè? En ik denk dan dat je één, de rol van Partago niet mag onderschatten. Hè? In die zin dat jullie laten zien, tonen dat het anders kan. Hè? Dat is al heel belangrijk, dat is essentieel. Twee, ik heb het al een paar keer gezegd, jullie zijn wegbereider, jullie zijn een voorbeeld, jullie proberen dingen uit, hè. Dat is ook belangrijk om ervaring op te doen, hoe het anders kan. En jullie stellen ook, zoals ik, dingen in vraag. Hè. Dat zijn allemaal belangrijke functies. Hè. Hoe ga je dan naar die grotere schaal? Dat denk ik dat Partago dat per definitie niet alleen zal kunnen. Daar zullen de wegbeheerders en bij uitbreiding alle overheden ook een rol in moeten gaan spelen. En dan komen we terug op die vraag van daar straks. Namelijk, wat moeten die overheden doen? Hè? En dan is volgens mij het sleutelbegrip keuzearchitectuur. Als we de keuzearchitectuur juist stellen, hè, dan gaan mensen ook op een natuurlijke, logische, spontane manier de juiste keuzes maken. Hè? Wanneer dat we de keuzearchitectuur juist zetten, hè, dan kom je ertoe dat mensen, ook als ze niet nadenken, en meestal denken we niet na als we ons bewegen, en gelukkig maar, anders zouden we elke dag met hoofdpijn gaan slapen, hè, dat als mensen niet nadenken over hun mobiliteitskeuzes, dat ze dan toch de juiste keuze maken. Met andere woorden, dat die fiets dat die in de aanbieding staat als je thuis vertrekt om naar de bakker te gaan, bijvoorbeeld. Hè. Dat het niet heel ingewikkeld is om de tram of de bus te nemen. Hè. Dat je gemakkelijk kan betalen. Dat je, als je toch een auto nodig hebt, dat ook doenbaar is, maar dat je wel dan eventjes nagedacht hebt, heb ik die auto wel nodig? Dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Kleine dingen die het verschil maken. Dat gaat over een bouwcode juist zetten, die zorgt dat er een fietsenstalling is. Dat gaat over de juiste prijszetting als het over een autodelen gaat. Dat gaat over rekeningrijden misschien ook wel. Dat soort dingen, die maken allemaal dat de context waarin dat wij functioneren, dat die maakt dat wij de maatschappelijk gewenste keuzes, dat we die meer waarschijnlijk maken. En dat maakt het de burger een stuk makkelijker. Want dat ontslaat hem om elke keer opnieuw aan te denken van, ja, is dat nu het juiste wat ik doe? Welke keuze moet ik maken? Als de context juist zit, dan ga je spontaan ook de juiste dingen doen. Als je in Amsterdam bent of in Kopenhagen, in fietssteden, dan is de kans dat je gaat de fiets nemen om naar de bakker te gaan veel groter dan wanneer je in Brussel bent, hè, wat helemaal niet fietsvriendelijk is. De tegenstelling die er vandaag dikwijls uitgespeeld wordt tussen individuele verantwoordelijkheid en de fout van het systeem, hè, is volgens mij een valse tegenstelling. Het is en-en. Hè. Natuurlijk moet het systeem veranderen. En ik heb ook gezegd van de keuzearchitectuur moet anders. En dat is vooral een taak van de overheid. Hè. Maar tegelijkertijd, de overheid, wie is dat? Dat zijn wij. Als het goed is, zijn wij dat allemaal. Dus dan is dat een resultaat van democratische keuzes, van maatschappelijke keuzes. Daar kunnen we elke dag in meedoen, in die debatten. Daar kunnen we ons aandeel, onze invloed op uitoefenen. Dat is
de burger heeft over het algemeen, denk ik, de neiging om dat te onderschatten, hoeveel macht en hoeveel invloed hij kan hebben als hij dat wil. Hè. Dat is één. Twee, zijn er onze individuele keuzes die we elke dag maken. Hè. En ook daarin denk ik dat we toch wel wat meer kunnen doen dan wat we geneigd zijn te denken. Hè. Als iedereen een beetje creatief of een beetje kritisch zou durven denken naar zijn eigen, of kijken naar zijn eigen mobiliteitsgedrag, dan is bij de meeste mensen daar toch nog wel wat ruimte voor verbetering. Hè. Meer de fiets gebruiken, een beetje meer te voet gaan, minder vliegreizen, minder de auto gebruiken, gaan autodelen in plaats van individueel autobezit en ga zo maar door. Hè. Ja, dat zijn allemaal keuzes, afwegingen die je kan maken. En ik verwacht niet van mensen dat ze hoofdpijn gaan krijgen en elke dag zich suf gaan piekeren. Wat is hier nu de meest optimale keuze? Maar ik durf wel te verwachten in een context van individuele vrijheid, hè, en een allerindividueelste expressie in mode enzovoort. Hè, want daar doen we het dan toch altijd voor en rond. Hè, dat we eigenlijk in die context ook daar de consequenties van durven zien. En ook durven zeggen van kijk, we zijn in een vrije maatschappij, in een hyper-individuele maatschappij, maar dat betekent ook dat daar een verantwoordelijkheid aan vastzit. Want als je niet verantwoordelijk wilt zijn, maar wel vrij wilt zijn, dan ben je een puber. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je medewerking. Ik vind jouw inbreng heel interessant. Ik denk dat je nog veel meer te vertellen hebt dan wat we op deze korte rit hebben kunnen doen. Heel erg bedankt. Ja, bedankt.